Als het aan de Groningen City Club ligt, gaan we dit beeld in de toekomst de hele week zien. Winkels die 7 dagen per week open zijn. Dit voorstel wordt vanavond door de ondernemersvereniging gepresenteerd aan het algemeen bestuur van de winkeliersclub. De fractie van het CDA is niet blij met de plannen. Wij maken ons wel zorgen om de positie van de middenstander en de aantrekkelijkheid van onze stad. Want het zijn juist de middenstanders, de kleine ondernemers, de speciaalzaken die onze stad zo aantrekkelijk en mooi maken. En het voorstel van de GCC betekent nu eigenlijk dat die mensen 7 dagen per week moeten gaan werken. Dat is wat anders voor de grotere ondernemers, de grote ketens. Kijk, die mensen kunnen een vrije dag nemen en iemand anders inzetten. Dus dat is wel een hele makkelijke keuze, maar wel een keuze voor het grootbedrijf en niet voor de kleintjes. Wij vinden dat er is steeds meer een trend voor het winkelpubliek om ook op zondag hun boodschappen te willen doen of te willen winkelen. Sommige ondernemers willen daarop inspringen en wij vinden dat je dat moet kunnen toestaan. Laat ondernemers ondernemen, geef ze de ruimte om in te kunnen spelen op de wensen van het publiek. De winkeliers in de stad zijn verdeeld over de plannen. We realiseren ons dat de GCC spreekt voor alle ondernemers. Dat zijn de grote ondernemers, de grootwinkelbedrijven en de kleine middenstanders waar wij onderdeel van uitmaken. We realiseren ons ook dat zij dat doen om inkomstenstromen te genereren voor ons. Dus de bedoelingen zijn goed. Twijfel een klein beetje over het nut, de functie en de uitwerking van het geheel. Het komt heel goed uit, want we zien dat het koopkracht achteruit loopt en bezoekers die blijven weg. We hebben opgemerkt dat tot afgelopen jaar 20% minder bezoekers traffic is in onze winkel. En ja, ik denk alleen in de toekomst nog steeds achteruit gaat lopen. Voor het grootwinkelbedrijf is het een heel duidelijk verhaal. Hoe langer je open bent, hoe meer boodschappen er gedaan worden, hoe meer koopmomenten er zijn. Zeker omdat er ook veel koopmomenten op internet plaatsvinden als de winkels gesloten zijn. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat voor de grootwinkelbedrijf een afweging wordt gemaakt tussen kosten en opbrengsten. En dat dan tot de slotsom gekomen wordt dat een winkel op zondag open moet. Voor de kleinwinkelbedrijven werkt het hele kostenbatenplaatje toch wel weer wat anders. Maar even los daarvan, al zou het voor ons uit kunnen, dan moet je je afvragen of je 7 dagen per week wil werken en kunt werken. Het is oneerlijke concurrentie, want grootbedrijven die kunnen heel makkelijk daarop inspelen natuurlijk. En kleine bedrijven niet. Dus een kleine ondernemer verplicht je eigenlijk 7 dagen per week te werken. We hebben van verschillende ondernemers allerlei argumenten gehoord op ons meldpunt. Waarom ze hier heel veel moeite mee hebben om toch die 7e dag... erbij te pakken. Die positie is er elke dag van de week. Dat geldt dan ook op zondag. Ik weet dat kleine ondernemers het vaak moeilijk hebben om op te boksen tegen de grotere ketens. Dat is een beetje het hele idee van concurrentie. Daar zit je in en dat is het veld waar je in speelt. Overigens is het natuurlijk nooit verplicht voor een ondernemer om de winkel open te gooien. Volgens de ondernemers moeten er onderling goede afspraken gemaakt worden dat als de één gesloten is, de buurman ook dicht blijft. Als je goed kijkt naar Zwanenstraat, populaire straat vroeger, en maandags als ik doorheen loop is alles zo wat dicht. Dus als we met z'n allen afspreken van we blijven open, dat mensen ook bewust van worden van ze blijven toch open op de rustige dagen. En dan hoop ik dat koopkracht weer toeneemt in de toekomst, de komende 5 jaar. En dat alles weer herstelt. De politieke partijen zijn ondertussen erg benieuwd naar de vergadering van vanavond. Omdat wij niet goed zien hoe de belangen van de kleine ondernemer hierin zijn meegewogen. Dus wij zijn wel benieuwd hoe ze dit ook hebben onderbouwd. Ik ben ook benieuwd of het dagelijks bestuur heeft het voorgesteld, of het algemeen bestuur hier ook in meegaat. Mijn verwachting is dat er toch heel veel mits en maren zullen zijn, want natuurlijk horen wij die ook. Maar eigenlijk, Groningen City Club heeft al een aantal jaar geleden al vaker zo'n ledenraadpleging gehad over dit onderwerp. En dan blijkt het toch altijd heel erg verdeeld te liggen. Voorzitter Bert-Jan Hakvoort van de Groningen City Club wilde vandaag nog niet reageren voor de camera. Hij wil eerst de vergadering van vanavond afwachten.